Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What is As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videoconer VHS Review. Hakan, als je een water wil drinken, dan mag dat, hè? Nee, nee, zonder Vooral niet dus te uh, hydrateren. Nee, zonder plaatje, dus ik heb hem op tafel. Nou ja, jullie horen, dit is Hakan. Mijn naam is Arun. En mijn naam is Mirza. Yes. yes. En vandaag, uh, ja, jullie hebben gestemd afgelopen vrijdag op de rest 2 film The Pianist van Roman Polanski. Mm -hmm. uh, en dat is de film yeah. die we vandaag gaan bespreken, dus uh, laten we beginnen. Yes, de pianist, zoals ik al zei in 2002-film. Uh, jongens, genoten van de film? Laat ik daarmee beginnen. Um, zeker, zeker. Geemotioneerd? Uh, ja, man. Ja? Ja. Nou, dan mag kan vertellen <laughs> waar de film over gaat. Mag ik het weer doen? Ja. Mag jij een film? Weer doen? Uh, ik ja, gaat... uh, wel kort houden, alsjeblieft. <laughs> uh, het gaat over... Uh, de ja, dankjewel. V <laughs> ja, dat was hem, jongens. Uh, Bedankt <laughs> voor het kijken. En uh, tot de volgende keer. <laughs> uh. Nee, ja, doe maar vooruit. Nee, de film gaat over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Over een, uh, een pianospeler, uh, hoe zij de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd. Hij ja. is um, inderdaad, hij is Jood. En um, ja. Ja, wat hij allemaal heeft meegemaakt... Het is en... niet vanzelfsprekend dat je pianospeler <coughs> bent en dat je Ja, nee, niet vanzelfsprekend, <laughs> maar ja, hij, hij is Jood. En uh, de film gaat eigenlijk over zijn leven. Wat hij allemaal heeft meegemaakt, wat hij heeft doorstaan, uh, hoe hij de oorlog heeft overleefd. Mm -hmm. Is het een soort van biopic? Het is een biopic. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, het, is, het is gebaseerd op, uh, ja, correct me van woon Vladislav Spielman. 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 Uh, later in de film ook ja, krijg ja, je te horen ja, ja. van de, uh, oh, het is best wel een leuke naam voor een pianist. Sch ja, Spielman. 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 Ja, ja. Nee, het, het is Duits. gebaseerd op het leven van Joods-Poolse uh, Jood, Joods uh, pianospeler uh, Vladislav uh, Spielman. Uh, nou, komt uit uh, Krakau, volgens mij was het. Nou, uh, yeah. um, ook in werkelijkheid heeft hij. Uh, dit meegemaakt. Ja. Uh, ik denk niet dat hij tot op zijn detail uh, alles heeft meegemaakt. Mm. Maar ik denk bepaalde key aspecten van de ja, film ja, wel gewoon... Ja. Um, nou ja, dan zou je zeggen wat. Uh, ik denk misschien uh, een scène met uh, die Duitse soldaat aan het einde. Um, ja, kunnen we het veel over vertellen? Ik denk dat dat wel een key element van de film is. Dus daar ga ik de ja, rest ook... niet over vertellen. Maar ik denk dat dat soort factoren wel gewoon uh, waar gebeurd is. Um, ja, en dat, dat de reden is dat hij hier, ja, althans, nog tot 2000 mm. heeft geleefd. Ja, maar ja. ook een belangrijk punt is ook wanneer ze richting de trein liepen, met het hele dat ja, hij, nou dus hij er tussenuit was ja. vertrokken Dat is van ouders niet. Ja, ja, ja. Ja. ja, en dat is dan omdat hij een van die. Uh, ja, want de Polen die hielp uiteindelijk, de Duitsers ook. Uh, ja. in de uh, film. Maar waren dat echt de Polen? Ja, dat ja, waren Poolse joden maar die, ja. Dat ze eigenlijk de waren. Nee, maar dat is eigenlijk een soort van eieren voor je geld kiezen. Je ja, gaat zelf de trein in. Of uh, je helpt de dingen. Ik denk dat dat, dat heel veel uh, in de oorlog is gebeurd. Dat bijvoorbeeld de Duitsers, niet alle Duitsers stonden achter de, de, ja, de dingen die Hitler deed. Um, maar het is toch van, ja, help je niet mee, dan hang jezelf. Ja, uh, en dan word je gelabeld als landverrader. Ja. Um, zoals ik zeg, dat is een beetje gewoon eieren voor je geld. Ja, misschien uh. hadden ze ook niet zoveel mankracht om dat controlerend te houden. Het was ook echt veel. Nee, maar uh, in die soort van, oh ja, daar komt ook volgens mij de woord ghetto vandaan, toch? Want het waren ghettos in Krakau yep. ja. waar, ze die, waar ze de Joodse bevolking dan in uh, ja. zetten. Een soort van die overstapte naar de Duitsers toe. Ze waren de Joden, maar ze waren van de get Joodse ghetto-politie. Ja. Ja. Een soort van NSB'ers in, in Nederlandse ja. 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 ja, ja, tijd. Ja, zoiets. Wel heavy hoor. Ja. Sommige dingen wat ik heb gezien... Uh, ja, het is, in film is het niet echt, maar ik... Ja, als je wel beseft, brute echt brute realiteit ja, of zoiets. Ja, ja, ja. Wel echt schokkende uh, beelden. Zo. Hebben jullie deze film eerder gezien? Ja, nee, zeker, ja, zeker. Ik er niet. Uh, ik wel, ik ook. Uh, bijvoorbeeld die opa die dan niet kan opstaan omdat hmm. die Duitse generaal binnenkomt. Oh, en dan ja. met de rolstoel en al wat die... Uh, oh, gewoon gewoon, uit gewoon de raam zonder pardon hè? Ja, gewoon uit de raam gooit. Ik denk dat eigenlijk uh, Nazi-Duitsland... Uh, sowieso zit er altijd wel een iets van sadistisch iets in een mens, weet je wel? Dat ja. je dan gewoon verkeersrisico's zegt van... kijk, als ik jou even te pakken neem, weet je wel? Dan, dan sla ik je in de kamer. Dan, dan is het toch wel een bepaalde iets dat je tegenhoudt. Ja, uh, de wet. <laughs> toch? Ja. Ja ja, 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 ja. Maar dit was echt gewoon voor heel veel sadistische mensen... in de, in de rijk was het gewoon een free pass... om al je smerigheid wat je ooit hebt opgekropt... gewoon te uiten... Ja. Op uh, op Joodse bevolking. Um, en dat zag je daar ook gewoon. Uh, kom jij maar, kom jij maar, kom jij maar liggen. Gewoon zenden zonder enig, arg enig argument uh, worden ze door de hoofd geschoten. Ja. Uh, Zo'n man die niet kan opstaan omdat hij verlamd is aan zijn benen. Ja, boos worden dat hij niet opstaan en dan uit de raam gooien. Uh, uh, en dan de rest van de familie ook afknallen. Ja. Dat hij ze mee naar beneden neemt. Helemaal ja, ja. weg. Ja, en dan wat ik dan ook zeg met. Uh, niet iedereen staat altijd achter is ook die Duitse generaal dan aan het einde toe. Weet je wel? Mm -hmm. um, nou, die liet hem dan gewoon lopen. Ja, dat um, ja. klopt. Dus dat. Ja. Um, jongens. Uh, <laughs> laten we naar... Ja, de moed is helemaal omgeslagen. Uh, ja. Laten we naar iets leuks. Uh, de Oscars. En huh? je had een feitje <laughs> voor me. Ja. Um, de hoofdrolspeler. Uh, Adrian Brody. Adrian Brody. Die heeft... Uh, dat was de jongste acteur in die tijd. Oep, ja. Even record. Maar dat was de jongste acteur in die tijd. Die uh, destijds uh, een Oscar heeft gewonnen voor beste acteur. Ja, hoe wow. oud was hij? Hij was toen 29. We zijn nu nog steeds 29. Ja. ja, nog steeds. <laughs> hij eet hij, niet. 29. Uh, hij niet. Ja. Ja. Maar gek, gek hoor, ik bedoel. Hij heeft ook echt, voor om die rol te krijgen, echt hele gekke voorbereiding gehad. Mm. Ja, dat klopt. Zeg maar, hij is uh, uit zijn huis gegaan tijdelijk. Uh, zijn auto had hij verkocht. Ja. Ik had ook en, zoiets gelezen, ja. maar dan vraag ik me wel af... is hij gaan rondzwerven door Amerika of ja, zo. Ik weet niet niet. Hij <laughs> heeft ook een paar maanden heeft hij van tevoren heeft ook geen tv gekeken. Yeah. Dus ja. het was echt om helemaal in die, die rol in te komen. Ja, in die mindset Klopt. te komen. Ja. Ja. Het is uh, ja, wel dedication voor de kerk. Dedication, zeker, zeker. Ja. En okay. uh, ja, voor zijn rol een Oscar winnen, uh, meer dan terecht. Um, maar je, ja, je had het er ook over, maar ik denk het ook inderdaad. Wat je ook ziet in de film, is dat hij gewoon op een gegeven moment aan het afvallen is. Omdat hij gewoon dagenlang geen ja, eten hij, heeft. Uh, hij heeft in. Voor de film, voor de voorbereiding van de film, is hij 14 kilo afgevallen in zes weken tijd. Ja, ja, maar dat zie je ook. Uh, ja, uh, hij ziet er extreem ja. dun uit. En hij wordt steeds dunner en dunner hoe verder hier filmen gaat. Ja, heel raar was een mens en nu is die dunner. <laughs> <laughs> oh, nee, ja, maar net, dat zie je inderdaad ook. Ja. Ja, hij wordt heel erg mager en uh, dingen. Ja, ja. Het, uh, het is uh, cru. Het is heel erg cru wat je ziet in het beeld. Uh, mm -hmm. Ja, geregistreerd door Roman Polanski. Ja. Hij, uh, hij neemt je wel even echt mee naar uh, realiteit. En dat heeft hij echt goed gedaan. Uh, maar ik denk dat het ook mede Komt doordat hij het zelf ook heeft soort meegemaakt, toch? Ja. Yeah. Want hij, is, hij heeft zelf ook een Joods achtergrond, heb ik toch? Ja, hij is geboren in 1933. Ja. Volgens mij, zoiets. Dus ik denk als kleinkind heeft hij ook een paar dingen wel meegemaakt. Ja. Destijds. Dus ik denk dat je dan er ook als director wel een beetje erin kan. Ja, moet ja. ik zeggen, in verplaatsen, toch? In verplaatsen. Ja. Um, ja. Uh, gewoon ja, verhalen van ik denk dat hij vooral verhalen ja hoe oud was hij denk ik het ja, is van tien of zoiets ja misschien is ja, hij ja, wel zoiets, iets van bewustzijn ja, zeker, zeker hij kan ook nog altijd verhalen aanhoren van, uh, van de rest van zijn familie dat klopt juist want ja. uh, hij heeft in uh, Dat ga je nou dus ik vragen. ja dat uh, ja, uh, <laughs> tijdens uh, ze gingen voor de filmopnames waren ze scouten in uh, Krakau Mm -hmm. Polen. En, uh, in Polen, inderdaad. En daar heeft hij een man ontmoet. Ja. die destijds zijn familie heeft geholpen. om de Tweede Wereldoorlog te overleven. Wauw. Ja, ja. Ja. Ik denk misschien dat. Ja, gewoon verhalen van, van die persoon ook kan meenemen. Ja. Ja, oh, ja ook weer niet. Of misschien ja voor het set. weet je wel, dat de rest ja. van de set uh, mm. daarop kan uh, bouwen. Maar het vooral zelf was al stond al vast, maar ik denk ja, inderdaad wat die man allemaal heeft verteld misschien dat ook gewoon uh, meeneemt uh, in set. Mm, ja, ja, dit, we dit, we dit en dit En uh, zus en zus ja. en zo. Ja. Het is wel bizar ja. dat je eigenlijk de man uh, niet kent. Ja. En dan ja. dat je beseft ja. van toevallig. Van, oh ja. shit, het feit dat ik hier nog ben is ja. misschien door jou. Ja. Door ja, 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 precies, ja precies. Precies, precies. Ja. ja. Maar Bizarre. jongens, is er ook een scène die jullie wat is er een scène die jullie het meest is bijgebleven? Um, ja. Uh, in de zin uh, van meest heftige of meest. Ja, er is wel iets wat ik, wat ik me wel aan heb. Uh, ja, niet zozeer gestoord. Mm -hmm. uh, het is nog best wel gewoon. Nog steeds gewoon een topfilm. Maar. Mm -hmm. Ik had op een gegeven moment. dat hij zijn ouders. Uh, verliest. Ja. Uh, dan gaan ze de trein in. Weet je wel. En dan wordt hij er tussenuit gepikt. en dan zijn ja. ze tegen een Brenner wegwezen. Ja. Uh, door die ene Duitse politie. of Poolse politie die mm -hmm. hij dan toevallig kent. Ja. Uh, maar dat je dan. Uh, de gedurende film dat hij dan een soort van heeft geaccepteerd of zoiets, dat hij zijn ouders nooit meer te zien krijgt of zo. hij heeft niet eens een poging gedaan nou, of ze, nee. om, om ze nog een keer te vinden. Ja, maar uh, ik denk ook um, dat ze niet wisten waar ze naartoe gingen. Ja. Want op een gegeven moment kwam in, tijdens het, op die bouwplaats... Ja. zeiden ze van: we hebben een goede gast, uh, een man. Die heeft de treinrails uh, lopen volgen. En die ja. heeft gezien waar die trein heen gaat. Dus tot die tijd wisten ze niet eens waar de trein ja, heen de ging. Plot. Ja, andere tijden ook. Geen DM, geen telefoon. Ja, nee, maar gewoon oprecht. Nee, ja, soms ja, denk ja, je er wel ja, ja, eens naar. Maar toch een DM ja, maar, gestuurd, nou, ik, ik denk ook niet dat ze hebben gezegd: van uh, jullie gaan naar een concentratiekamp. Nee, dat zeggen ze ook niet. Ja, maar soms heb je dan bijvoorbeeld dat die, die Duitse gasten zeggen van ja, ga je volgen, weet je wel. Mm. Maar dan denk je denkt van, ja, dat was toen best wel anders. Hoe ga je iemand volgen? Je moet gewoon. Als je maar luistert op radio of je moet een keertje, weet ik veel, in Duitsland iemand op jacht sturen om die gast te vinden of zo. Ja, je, je gaat wil... hem niet meer terugvinden. Uh, nee. Het land is bezet, dus je bent Blok. al sowieso voor gedachten. Nee, niet alleen of. dat. Tegenwoordig kan je gewoon iemand volgen op Insta en je houdt contact. Weet je wel. Toen ja. was het ja, heel anders. Ja, ja. Nee, maar vooral, vooral in die tijden van oorlog. Bijvoorbeeld, stel je voor, hè, hij gaat mm -hmm. nog op zoek naar zijn ouders. Ja, waar gaat hij die vinden? is niet zo dat hij nog zijn vader zijn mobiele nummer kan bellen, nee. nee. En, waarschijnlijk is hij naar die kamp en zijn van een kamp verplaatst ergens anders naartoe. En zijn nu vrij en uh, ze gaan dan terug naar een oude dorp. Maar ja, waar was ja. het huis? Want heel dorp is plat. Ja. ja, misschien is er een soort van administratie bijgehouden. Want, ja. want uh, op het einde zie je nog van uh, dat, dat ze terug gingen naar de plek waar toen uh, de Duits of de Duitsers werden vastgehouden. Ja. Later was het veld leeg. Klopt. En toen zei diegene nog van: ik ga even naar de fabriek. En misschien staat daar nog wat beschreven in de administratie. Of die, ja. die was, Inderdaad. over die generaal. Over administratie gesproken. Um, dit is zo'n dingetje wat ik een keer had gelezen in een broek, van, of in, broek in een boek van uh, Trevor Noah. Ja. Uh, en het gaat over dat elk land um, zijn eigen grote uh, ja, uh, misdaad heeft in de geschiedenis. Mm -hmm. um, zoals bijvoorbeeld in uh, Zuid-Afrika. Um, ja, hadden ze bijvoorbeeld, schrokken ze niet van het naam Hitler of zoiets, omdat hun eigen leiders ook hadden in Australië ja, ja, die nog heftiger waren. Mm. Maar hij zegt, het feit dat uh, Hitler uh, zo heftig wordt bevonden is omdat hij alles bijhield. Mm. Hij had alles administratief, had hij goed voor elkaar, dus waardoor hij gewoon papier, pen en papier, gewoon letterlijk alles heeft staan van, ja, zoveel uh, aantal mensen zijn er vermoord tijdens ja. de oorlog. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld in Afrika en al die andere landen is dat bijvoorbeeld niet gedaan. Nee, Waardoor je niet kan zeggen van ja, er zijn zoveel mensen overleden aan, aan gevolgen van. Uh, ja. Maar in ja, het geval van Nazi-Duitsland is dat wel gedaan. Waardoor ja. je zegt van ja, er zijn zoveel miljoen Joden zijn overleden. klopt. Best wel ja. heftig. Ja, ja inderdaad. Ja. Tegelijkertijd uh, dom. Maar tegelijkertijd ook gewoon goed dat je dan ja, achteraf nog wel kan, gewoon kan weten van, uh, ja, er zullen vast wel mensen zijn die een soort van hun stamboom nog natrekken. Ja, 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 ja. ja, ja precies. Ja, en dat, in dat op zich is het dan wel weer goed. Nee, uh, nee. Sowieso keren we alles niet goed nee, in zijn geheel. dat sowieso niet. Laat op, dat even op, duidelijk zijn, uh, maar ja ja. Uh, ja. ja, en maar, Roman Polanski. Uh, ja, ja. 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 Hebben jullie wel eens Roman Polanski films gekeken? Uh, niet dat ik specifiek weet. Die naam komt me wel heel bekend voor. Het is een hmm. uh, grote naam. Jij, ja. Romain Polanski Films. Rosemary's niet, Baby. Nee, niet echt. Specifiek. Rosemary's nee. Baby was ook echt top. Um, ja, de hele film. Het is eigenlijk een heel bizarre film. De hele film door, denk je van... Je vrouw is niet honderd. Hmm. Je ziet dingen wat niet klopt. Ja. En dan uiteindelijk... Uh, wat zeg je? Nee, dat is toevallig die scène waar ze met... Oh, ja, de, op de tv, eh, voor de ja. luisteraar, als je niet kijkt. Uh, op de op de tv achter ons. Uh, draait de, 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 de film de veel ondertussen. We niet <nog> keer op. Uh, worden we die naar YouTube? <laughs> Hierdoor? <laughs> nee, maar, um, ja, Roman Polanski, uh, Rosemary's Baby, het, het is ook weer een bizar verhaal, weet je is zo'n vrouw, hij, hij, hij doet je de hele film doen geloven dat jij niet wijs bent, of dat zij niet wijs is, en jij gaat er gewoon echt in mee. En uiteindelijk bleek het gewoon dat zij gelijk had, en dat zelfs iedereen waarmee ze sprak, dus ook die arts die zei van ja nee er klopt helemaal niks van wat je ziet en zo, dat kan niet, bla bla bla, blijkt allemaal in die complot te zitten en dat het gewoon in zo'n secte is. Dus het is echt ja. een topfilm. Ah. Maar Adrian Polanski heeft zelf ook het een of ander een en ander meegemaakt. Inderdaad wat je ook al zei van hij is uh, de oorlog heeft hij waarschijnlijk meegemaakt omdat ja. hij uh, in 33 is geboren. Mm -hmm. uh, maar ook uh, daar gaat de film Once Upon a Time in Hollywood gaat daar ook over. De uh, uh, Mason Family. Zijn vrouw Sharon Tate was acht en half maanden zwanger ja. destijds uh, voordat ze werd vermoord door uh, een van de leden van de uh, Mason Family. Dat is zo'n secte, toch? Dat was die secte inderdaad, ja. in de jaren 60 of zoiets. Uh, ja, ja, ja. ja, die, die cult leader. Uh, ja, dat is dan gewoon zo'n... Uh, hoe heet hij nou? Mason, Mason nog wat zinnetje. of zoiets. Ja, ja. zo'n zo secte is dat. En dan bestaat uh, het in leider, secteleider en ja. allemaal van die vrouwen. En die hebben al... Uh, ja Hoeveel moorden zou het zijn? Volgens mij uh, tien moorden of zoiets uh, op een naam als uh, secte zijnde. Okay. Uh, mm -hmm. een beetje brainwashed uh, cult ja, shit, ja. weet je wel. Maar die secteleider is toch paar jaar geleden overleden. Als paar jaar geleden is hij inderdaad Want overleden. Hij zat levenslang. Hij in zat levenslang. Levens. Ja, welkom te Amerika. Ja, wat een verkeersboete ja, ja. is daar gewoon levenslang. Ja. ja, okay. ja Nee, maar in zijn geval is wel terecht. Maar de joke was gewoon laten we even rectificeren: dat je voor alles levenslang krijgt in Amerika. Nee, maar dus dat Hier zou je een taaksstrafje krijgen, misschien. Hier zou je 20 uur afval heet. een weekje. En dan het een jaartje op verlof en jaartje TBS Maar ja, in ieder geval, de film Once Upon a Time in Hollywood is ook daarop gebaseerd van Quentin Tarantino. Alleen in dit geval, de buurman. Die is Come to the Rescue. Het is eigenlijk een soort van verhaal, een biopic achter iets. Wat nee, dan ja. is een soort van omgebogen naar wat het had kunnen zijn als die buurman daar in de werkelijkheid ook nee, nee, zat. Nee, nee, nee. Maar het is best wel cru. Hij heeft best wel wat meegemaakt. Uh, hij had, uh, ja, zoals ik zeg, 8,5 maanden zwanger was. Uh, kind en zijn vrouw. Uh, destijds overleden. Oh, ja, 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 ja. Uh, jongens, uh, terug naar de film. Ja, uh, uh, ik wil even terugkomen op als dus vraag net. Wat zei hij dan? Wat zei ik dan? Want uh, wat is het meest schokkend beeld voor jou? Mm daar heb jij heel mooi antwoord op gegeven, maar daarna dwaalden we een keer af. Ja. Wat was schokkend beeld voor jou dan, waar je echt gewoon stil van stond? Um, je had het net over Rosemary's baby's, weet je, dus daar kwam ook dat scène van wanneer ze zitten te wachten in de trein en dan uh, die vrouw die, ja, haar achter, eigen, ja. die haar eigen baby oh, heeft ja. gestikt, zodat ze dat ze niet zouden dat, verhoord, verhoord ja. door de politie. Ja, dat, ze dat die, vond ik echt. Ja, pooh. dat is wel dingen. Klopt. Ja, maar ze, uiteindelijk, uiteindelijk hebben ze het toch gehoord, omdat, ze, omdat de baby een soort van ja, doodsratel zeiden ze. Dat ja. was vertaald naar Nederlands. Klopt. Gaf, een soort van stikkend ik geluid. Van, als, je, heet, ja. Ja, als je doodgaat, dan ja, heb je zo'n. Zo juist, dat laatste geluid dat je nog maakt. Ja. Ja. Daardoor werden ze toch ja, opgemerkt en ja, dus opgepakt. Ja, dat was eigenlijk voor niks. Ja, ja dat vond ik echt Dat was wel echt extreem. Voor jou ook dan. Heb je man? Kijk die scène waar ze aan het werk zijn: dat die generaal binnenkomt nou ja, niet binnenkomt, maar dat hij het pleintje op komt rijden en dan zegt: Van uh, allemaal in de rij, maar rechts kijken jij naar voren, jij naar voren, oh, jij ja. naar voren, ja, ja, ja. ga maar liggen en dan pat, allemaal door de hoofd schiet, ja, ja, ja. ja, gewoon rustig langsloopt, Weet je wel, de laatste kogel op oh, rustig, even op mijn gezicht ja. veranderen, Schiet hem even door, ja, ja, ja. draait om, maar ik had het, ik, ik had het van, idee. Van. Ik, ja, klopt, dat was ook best wel. Je wordt hoe dan heftig. ook geschoten, ren dan weg, denk ik. Ja. Ik, had, ik had het idee dat dat best wel oudere mensen waren of zo. Die, dat, dat, ja, idee ze o, ze, dat viel me ook op, inderdaad, tijdens de film. Want uh, hoe langer je op die werkplaats was, yeah. het werd steeds jonger en jonger Jeuist. en jonger. Want uh, de hoofdrolspeler Spielman, die, uh, die schrok ook op een gegeven moment. Mm. Dan liet hij die bakstenen naar beneden vallen. Yeah. Moest hij naar beneden, kreeg hij een paar zweepslagen. Ja. Ging hij verder aan het werk. Wat voor, voor mensen zat daar het idee achter? Omdat die ja. te oud waren, die konden dus niet werken. Ja, ja klopt, omdat het ja. tempo er niet meer in hey, Maar uh, hadden we het erover gehad dat het gebaseerd is op een waar verhaal? Ja, ja, oh ja, ja zeker, zeker, oh, ja. zeker. Ja, nee, ja, laten we dat nog even een keertje attenteren. Dat ja, ja. uh, alles wat je ziet is gebaseerd op een verhaal uh, Ja, het is best heavy. Allemaal. Klopt. Uh, ja, wat was goed, wat was slecht, jongens? Slecht, vond ik, ik vond niks, niet, niks echt slecht of zo. Ik weinig. Heb ook, weinig. Ik, heb... ik weet wel wat goed ja. is. Um, je wordt echt meegenomen. Ja, inderdaad. Je, in je wordt echt meegesleept. Je wordt echt meegesleept in de film. Je hebt alleen maar pieken. Mm. Um, op een gegeven moment uh, ook gewoon een veelgoed stukje um, aan het einde toe dat die, die Duitse generaal hem laat gaan. En ook zijn windjas een Ja. meegeeft. Yeah. Mm. Uh, uiteindelijk uh, dan toch weer even je adem inhouden. Omdat uh, ja, de Polen hebben land weer bevrijd. En um, dus wordt op hem het geschoten. Het ja, omdat hij dan die Duitse jas aan heeft. Ik had serieus gedacht dat ze hem doodschieten. Ja, 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 dat had ik denken. Dat zou ik denken. Dat had ik de eerste keer ook. Inderdaad. En dan toch aan het einde toe weer dat die man uh, schreeuwt naar al die Duitse soldaten. En dat, dat dan een soort van de, 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 de tables have turned, zeggen ze dan. Ja, dat. inderdaad. Wat ja. hij dan in één keer zegt: van, hey, Spielman, uh, ik heb hem geholpen. Uh, kun je hem vinden voor mij? Ken je hem? Ja, dat mm. hij dan ook zoekt en dit en dat. En Spielman uiteindelijk ja, toch wel een goede gozer is dat hij hem uiteindelijk wel wilt helpen. Ja. Eventueel, want ze gaan naar een locatie, uh, Maar hij is er niet meer. Ja. Uh, ja, ze weten niet waar hij later uh, was. En uh, ze gingen ervan uit dat hij volgens mij in 53 of zoiets overleden. Ergens. Ja. ja, klopt. Um, dus dat, het einde was echt uh, wauw. Uh, conclusie en rating jongens, want we zijn uh, een beetje aan het einde toegekomen van de aflevering. Ja. Ja, haak kan jij eerst, zeg je maar. Nee. Ik eerst. Nou, ja. um, mijn conclusie. Ik, uh, ik heb de film nooit eerder gezien. Ik ging zitten. Uh, de film begon en ik dacht: Jongen, Oren, wat is dit voor film? Ja. Kom ik net terug van vakantie. Maar, uh, ja, maar het is niet altijd Marvel. Nee. Uh. Ik, ik, ik zeg ook niet dat het alleen Marvel moet zijn. Hè. Ik vind het toevallig leuk. Maar um, na de eerste 15 minuten, inderdaad, werd ik werd echt meegenomen in de film. Ik vond het echt interessant. Uh, er waren momenten waarvan je denkt: van... Shit, ging het echt zo aan toe toen? Ja, dus weet je wel, echt heavy. En uh, nou, ik kan wel zeggen dat dit een van de top 10 van de films is die ik ooit heb gezien. Dat die er wel in komt. Ik uh, geef het 5 sterren. Ik. Uh deel de mening van haar kan eigenlijk. Ja. Maar ik denk de rest van de wereld ook. Even serieus. IMDB, cijfer 8,5. Ja, maar Rotten, maar daar, daar wilde ik even op terugkomen. Rotten tomatoes, tomatoes, 95%. Dat, dat, ja. dingen, dat, een dat is dat dingen. En de Audience Score is 96. Ja, ja let, er hebben we ja. nog Letterbox. Dat vier, is, uh, ja. Ook een public rating is 4,3, inderdaad. Ja. Ik bedoel, ja, ik ga gewoon mee, man. Vijf sterren, zeker. Ja, 100%. Man. Ja, ik denk dat de enige die. die Ervoor zorgen dat die geen 100% is. is denk ik denk dat van die nazi-aanhangers zullen zijn. Dat, uh, dat, ja. Ja, 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 waarschijnlijk. Nee, wel, maar he. Het is echt een geweldige film. Ik deel ja. de mening ook met jullie. Ik heb ook 5-star. Uh, 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 of althans, 5-star had ik in mijn hoofd. Um, maar ook goed dat het dit soort films er zijn. Een soort van beseffen. Ja, wat er toen is gebeurd. Ja. Nou? Shitnesslist en zo. Dat is allemaal topfilms. Ja, topfilm. Zeker. Uh, zeker. Um, ja. 5 sterren. 5 sterren, inderdaad. Ja. Uh, dames en heren, wij geven. Uh, de Pianist uit 2002 van Roman Polanski. Uh, vijf sterren. Uh, ja, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Uh, vergeet niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Apple Podcasts en Spotify. Uh, geef ons een like. Uh, plaats een comment. Uh, geef een review. Deel de podcast met je vrienden. We zijn ook te vinden. Zo'n armje uit. Ja, die kabel. Uh, mijn haartje zat tussen die kabel. Uh, wat zei ik nou? Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram en TikTok. De Videoconner. Ja, nu begint het pijn te doen. We zijn ook te vinden op Facebook, de Videoconner. We zijn volgende week maandag weer terug om 8 uur. Met een reguliere aflevering. Jongens, bedankt voor de aanwezigheid. Jij ook bedankt, man. Jij ook bedankt voor het kijken/slash luisteren. Roman Polanski, bedankt voor je carrière. En daarmee wil ik afsluiten. Tot de volgende keer. Doei doei. Ciao. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar